Sinbad de Zeeman uit Bagdad. Het is een klein ventje, maar met een scherpe neus voor het grote avontuur. Doe glitters en glimmers op Barbie's mouw. Deze Barbie is er ook voor jou. Voor mij? We maken nu zelf Barbie-kleding. Mooie vetpret Barbie. Haar kleding maak je paars of geel. Sterren en parels, het is nooit te veel. Super vetpret Barbie. Met glitters, parels en 2 tubes verf. Verfpret Barbie, de echte van Mattel. Wauw! Fantastisch, de bijzondere Barbie-kalender. Nu verkrijgbaar in de speelgoedwinkel. Je zit aan de telefoon. Je trekt poppetjes over. Je maakt zelf tekeningen. En, kijk eens, je kunt die tekeningen er zomaar uit laten komen. Mijn eerste tekenmachine uit de huiscollectie van Bart Smit. Speciaal, ze heeft zijn eigen huisje. Minnie, Minnie, Roosje's ketting is voor Els en Henk een happening. Minnie, Minnie, dat zegt Tracy, de ster van het kinderfeest. Meika maakt het worstje. Nu gratis bij KitKat Minis, Smarties Minis, Crunch Minis, Frost Minis, Nuts Minis en Lion Minis. Een cd op MC met muziek uit de nieuwste Disney-film Aladdin. Een Nederlandse handleiding. Die vind je in elke doos van Tech, waarmee je de meest fantastische constructies kunt bouwen. Trouwens, je ouders kennen dit speelgoed nog van vroeger. Tech, leerzaam speelgoed uit de huiscollectie van Bart Smit. De speelgoedwinkel die altijd in de buurt zit. Nee, morgen is geen kust meer veilig, want dan komen ze, de stoere vikingen uit het hoge noorden. Wiki's vader is de baas, maar Wiki is de slimste van allemaal. En als niemand het meer weet, bedenkt Wiki vlug een goed idee. Ja, ga maar vast op de uitkijk, want morgen komt hij. Wiki, de viking. Welkom bij Kindernet Info. Straks het nieuws, maar eerst de post. Maries Pop, 11 jaar, uit Den Haag, stuurde deze tekening van Inspector Gadget. Keesje Pronk tekende Kinno op een tropisch eiland met een hut en palmbomen. En deze schele viking met een pleister op zijn neus is van Jan Tempelaars uit Best. Huisje Boompje Kinno, door Martijn van Oostveen, 5 jaar, uit Amersfoort. Toro uit Star Street, van Hendrik Nijdam uit Odoorn. Hendrik is 8. Dit is Dommel in een hete luchtballon, door Jelle Pieters, 8 jaar, uit Dronten. En Rianne Lankhorst uit Klaasinaveen tekende Teddy Ruxpin. Rianne is 10. Marloes Nakken uit Heerlen schreef een brief. Ze wil graag weten hoe je lid kunt worden van de Kindernet Club. Nou Marloes, dat is heel gemakkelijk. Schrijf een briefkaart met je naam, adres en geboortedatum naar Kindernet Club, postbus 12738, 1100 AS in Amsterdam. Dan komt het verder vanzelf in de bus. En dan nu snel door met het nieuws. Pipoca, zo heet een bijzondere voorstelling van de Braziliaanse theatergroep Munganga.
Pipoca betekent popcorn. En het gaat over de vriendschap tussen twee meisjes. Het ene meisje is heel rijk, het andere is straatarm. En dat is heel bijzonder, want in Brazilië gaan arm en rijk eigenlijk nooit met elkaar om. Pipoca is nog te zien tot en met juni in verschillende theaters in heel Nederland. En tot zover deze info. Heb jij iets voor een volgende keer? Stuur het naar postbus 7146 1007 JC in Amsterdam. Autoracebanen. Bart Smit heeft ze in alle soorten en maten. Rijd er maar gauw naartoe. Bart Smit, de autobanenspecialist.